Minister Leterme, de algemene vergadering is vanmorgen geopend met toch een opvallende en krachtige toespraak van Barack Obama. Wat onthoudt u vooral uit die toespraak? Het was een stuk beter dan gisteren over de klimaattop. Maar ik denk vooral de uitgestoken hand. Er is een oproep tot dialoog om de vier essentiële problemen van deze tijd aan te pakken. Beperking van bewapening, kernbewapening, behoud van vrede, ook het afdwingen van vrede, het bewerkstelligen van vrede. 3, financiële-economische crisis en 4, het klimaatbeleid. En dus een uitgestoken hand om dat aan te pakken in dialoog tussen de grote machten en niet meer vanuit Amerikaanse superioriteit. Ja, en daarbij zegt Obama niet alleen dat wij willen ons opnieuw engageren, maar ook dat betekent dat de rest van de wereld ook zijn verantwoordelijkheid moet opnemen. Wat wil België meer doen in dat verband dan in het verleden? Wel, in zaken klimaatbeleid maken we deel uit van de kopgroep. We hebben al bijzondere inspanningen geleverd. Het behoud van de vrede of het bewerkstelligen van vrede, ik denk ons engagement in Libanon, in Afghanistan en op andere plekken, peacekeeping en peacebuilding, denk ik, dat engagement is er. En naar de maat van een land als België is dat een zeer sterk engagement. De financiële-economische crisis, wij hebben een inbreng in de internationale instellingen, Wereldbank, IMF, hebben daar trouwens meer middelen voor vrijgemaakt nu de afgelopen maanden. En dan wat betreft de beperking van de bewapening, de kernwapens. Goed, België heeft wat dat betreft een enorme expertise, nucleaire expertise, wil die ten dienste stellen ook. En het is ook ons objectief om te komen tot een kernwapenvrije wereld. En we zullen dus aanwezig zijn bijvoorbeeld op de top van Washington volgend jaar, die door Obama is bijeengeroepen. De andere openingstoespraak van president Lula van Brazilië vroeg Lula meer zeggingskracht van de derde wereldlanden in instellingen zoals het IMF. Dat betekent concreet dat België wat macht en positie zou moeten inleveren. Is België daartoe bereid? Maar dat betekent niet noodzakelijk dat die macht door België alleen of door België op de eerste plaats moet ingeleverd worden. Maar het is duidelijk dat wat het IMF betreft bijvoorbeeld, het systeem met de 24 uitvoerende directeurs, dat binnen die 24 de verdeling ervan geografisch en naar verhoudingen van welvaartsverdeling in de wereld, dat dit moet aangepast worden. Maar ik zou zeggen, ook de Verenigde Staten, ook Duitsland, ook Frankrijk, ook Japan en zo moeten ook een inspanning leveren. Dus België wil een inspanning doen als de rest ook mee? Dat dat een vrij logische houding is en een vrij correcte houding. Dat een correcte houding is ook. We moeten een inspanning leveren, maar die inspanning moet collectief zijn. Ja, tenslotte, het is nu officieel, België is kandidaat voor het voorzitterschap van de Algemene Vergadering volgend jaar en draagt Louis Michel voor. Ja, ik ben blij dat de collega's mijn voorstel hebben goedgekeurd om Louis Michel te verdedigen, te bepleiten ook bij alle leden van de Verenigde Naties om hier volgend jaar bij de 65e Algemene Vergadering de Assemblée voor te zitten. En wat moet er daarvoor nog gebeuren? Want er is ook een Zwitserse kandidaat. Ja, het begint nu pas. Dus normaliter komt dat deze keer toe aan iemand van het Europese continent. En dus wat wij nu gaan doen is in alle bilaterale contacten met de verschillende landen overal de kandidatuur van Louis Michel bepleiten. Ik ben klein begonnen vandaag. Eerst heeft België Louis Michel voorgedragen. Vanmorgen heb ik ook de instemming van Luxemburg en Nederland. Dus binnen Lux is akkoord. En nu gaan we de komende maanden, wanneer we bijvoorbeeld een tour doen bij de Europese hoofdsteden in het kader van het Europees voorzitterschap, zullen bij die 26 collega's lidstaten van de Europese Unie ook de kandidatuur van Louis Michel bepleiten. Ik zie vrijdag Hillary Clinton en ik zie ook vrijdag meneer Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. Ik zal dus elke gelegenheid te baat nemen om de kandidatuur van Louis Michel, van ons land, maar ook van Louis Michel, om dat te bepleiten.